Goedemorgen, het is donderdag. Ik werk heel even thuis. Makkie is al op kantoor. Ik neem 2 video's op en daarna ga ik naar kantoor en dan gaan we naar de IKEA. En ja, dat is wel chill dat zij alvast naar kantoor kan en dat ik hier kan werken. En zo split je zeg maar de tijd. Ik heb gedoucht. Ik ga me opmaken met een nieuwe foundation. Ik heb me zojuist opgemaakt en ik heb foto's geschoten voor een review artikel. Ik ga heel even mijn haar nog doen. Ik heb mijn haar gedaan. Het is messy staart geworden. Zo. En ik ga nu filmen, 2 video's opnemen. Ik heb mijn laatste fanvideo net opgenomen. Ik krijg echt een beetje migraine van die ringlamp. Het is zo fel. Hij staat nu niet eens op maximaal, maar het is echt... Wow, ik zie nu ook allemaal ringetjes overal waar ik kijk. Ik heb net de 2e video opgenomen, de unboxing. En nu ga ik met het SD-kaartje naar kantoor, waar Mak aan het werk is. En dan ga ik daar dit uitwerken. Eentje voor vanmiddag, eentje voor morgenmiddag. En dan gaan we lekker naar de IKEA. Check mijn heerlijke poncho van Lovies. Hij is zo lekker warm. Ik draag vandaag Jasmine Noir ik weet niet hoe het uitspreekt. Van Bulgari. Dit is wat ik aan heb vandaag. Poncho. Deze broek, die komt ook van Lovies. Ik had dus 2 nieuwe broeken besteld. En ze zitten allebei echt precies goed. Platte schoenen en deze tas. Op naar kantoor. We zijn op kantoor. Hey Mak. We zijn bezig met de IKEA dingen. Want we gaan hier iets van een meubel nu kopen. We zijn helemaal aan het rekenen. En we zijn eruit. We gaan die Expedit, die trouwens een nieuwe naam heeft. 1 grote en 1 kleine. Dan past het precies. En dan die gordijnen misschien eroverheen hangen als we foto's schieten en zo. We zijn bij de IKEA. We gaan gelijk lunchen. Vrij laat. Hoe laat is het? 2:30? Ja, 2:30. We zijn in de IKEA en gaan een nieuwe bureaustoel kopen. Krijgt Mak mijn oude. Dit is een gordel. Kijk, dit is mijn bureau in het grijs. En dit is mijne. Dit is serieus een knuffel van een, hoe zeg je dat? Een putdeksel. We zijn weer in de hemel van de cadeauverpakkingen en dingen. En we gaan helemaal los. Want we zoeken ondergrondjes voor foto's. Zo cute. Kijk, hier heb je dus ook dat vloerpapier. Dit heb ik laatst in Amerika gekocht. Maar je kan dat dus ook hier kopen. We zijn bij de kledingafdeling. Kijk hoe mooi deze perfecte dingen om je perfecte schoenen in te doen. Zo. Oh. Nice. We zijn dus aan het twijfelen. Kijk, dit zijn dus alle bakken die erin kunnen. Oh nee, make-up. Dit is je make-up vast. Oh ja. Ja. Kijk dan, dit is een geurkaars met make-up kwastgeur ofzo. Ze hebben allemaal mega grote versies. We zijn aan het wachten voor weet wel, transport. Met kaarsen gekocht. Je moet even die... Dit is deze geur. Deze. Zo lekker, minty candies. Oh, we zijn net naar kantoor geweest. Ik weet niet eens of ik dat gefilmd heb. Vast wel of niet. I don't know. We zijn zo moe. Oh, de auto is nog dicht. Ik ga nu naar mijn waxafspraak. Het is 6:30. Ik ben snel doorgereden. En morgen worden er meubels bezorgd voor kantoor. En we zijn ook verliefd geworden op een ander kantoor. We zijn even aan het kijken. Misschien dat ik een wat groter kantoor neem. Helemaal verliefd geworden. Wax on, wax off. Oké, ik heb wax gehad. Oké, op naar huis. Hallo, ik ben thuis hoor. Hey. Hi. Popje is thuis. Nee, yeah, ik ben thuis. Volgens mij heb ik ook een beetje de sniffels. Sniffels? Oh, ja, de sniffels. Sniffels. En dan hebben we nog een sniffel. Oh jee. Oh nee. Leuk. Dat was de meest slome actie ooit weer hoor, kinders. Gelukkig ben je niet zo snel. En jij? Oh, dan lig je toch lekker. Wil je even genuffeld worden, schat?
Waar gaan we zondag heen? We gaan naar Kattendag. Het is Kiddie Day in zo'n ding. Ik weet even niet wat. Ik ook niet, maar het is Kiddie Day. Het is zo'n ding. Met maar, allemaal dieren. Raskatten. Er komen allemaal katten. En nou, de mooiste katten komen daar. En het is een soort knuffel the pretty cat day. En hij stuurde dat naar mij en ik... Oh my god, oh my god, oh my god. Zondag in Den Haag. Ja, ik zag het. Het is in zo'n... Je filmt jezelf niet, hè? Hoe doe jij dit? Ik breek mijn arm. Nee, je kijk, moet ook deze hand gebruiken. Wat? Zo. Nee, zo. Zo? Ja, zo. Zo. Ik krijg zo'n onderkind. Het is toch zo? In ieder geval. Nee, het is zo'n... Oh, hey. Zo. Ja, iets lager zou ik doen. Iets lager. Huh? Ja, zo. Dus. Nee, het is zo'n... Zo'n winkelding en ze hebben er allemaal dieren liggen, iguana's en spinnen en whatever en papegaaien. Maar heel cool, en slangen. Het is toch een event? En ze hebben dus zondag hebben ze een event, allemaal speciale kiddies komen en zo. Dus ook met dus een, bijvoorbeeld zo'n Maine Coon. En er komt een Sphinx. En ja, en ik zag ook iemand die heel erg op mijn niets leek. Oh, gewoon een foto, weet je. Ik weet niet of dat geen zin is. Ze knuffelen alles, hè? Ja. Best day ever. Dus daar gaan we dan zondag sowieso naartoe. Nee. We hebben ons eten. We gaan weer eens een salade eten van Greenbowl. Kan je een servetje pakken? Ja. Hey, Dikkerade, ik ga naar de sportschool. Jee. Altijd niet geweest en ik kreeg wat comments van hey, je was zo goed bezig. En je hebt helemaal gelijk. Moet ook wel gaan, alleen de laatste tijd is het gewoon steeds elke dag zo laat geworden. Inclusief weekend. Kreeg ik aan elkaar steeds van... We hebben gewoon elke weekend, elke dag allemaal dingen te doen. We moeten echt even rustig aan gaan doen. Hij gaat zelf niet mee omdat hij zich niet heel lekker voelt. Maar ik denk, ik ga in mijn eentje. Maar de sportschool gaat dicht over een uur. Het is 9:30. Wat is het? Ik zit gewoon een beetje met tijd en met hoe weinig ik slaap. En, weet je, dan heb ik etentjes, kom ik laat thuis. Morgen, heb ik dan morgen een etentje ook? Ja, volgens mij wel. Ja, oh, ik weet mijn eigen agenda niet. Oké, ik ga naar morgen. Ciao. En ik ben klaar met... sporten en ik heb gerend, gefietst, rug gedaan, benen gedaan. Ik heb een beetje variatie nodig. Als iemand nog een lekker schema heeft met oefeningen, dat je denkt, dat is een goeie. Ik wil een beetje iets meer mijn armen trainen. Niet super bulky worden, maar wel iets sterkere armen, zeg maar. En mijn rug altijd. En wat wou ik zeggen? Oh ja, ik moet een nieuw doel maken. Want ik weet, dat werkt gewoon goed bij mij. Maar ik weet niet precies wat, want ik ben al content met alles, zeg maar. Hey, ik heb nog zitten werken na het sporten. Het is 1:15. Ik moet gewoon even doorwerken. IKEA was toch iets langer dan verwacht. En morgen hebben we ook nog tussendoor een afspraak die waarschijnlijk langer wordt dan verwacht. En ja, ik ga nu slapen. Morgen naar kantoor, spulletjes binnenkrijgen. En dan aan de slag weer. Dus welterusten. Ik zie jullie morgen weer. Ciao!